genoeg. Goedenavond, dames en heren. Mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is Har met het harpje. Ja, dag Strijkje. Dag hoor. Zo, u hebt het al gehoord. Wij gaan vanavond enkele volksliedjes voor u zingen. Als ik over wij spreek, dan spreek ik over het harpje en over mezelf. Ja, u ziet, het is een heel aardig harpje. Nou, zijn er wel eens mensen die vragen aan me. Harm, zegt ze dan, hoe ben je er zo toe gekomen? Stil nou. Nee, hè, als we er tussendoor gaan, laten komen die verder. Er zijn wel eens mensen die vragen aan me. Harm, hoe ben je er zo toe gekomen? Nou, het is namelijk zo. Kijk. Op een gegeven ogenblik, toen zag ik het harpje staan in een aardig antiekzaakje op de Brouwersgracht. Ik was al steeds voorbijgekomen met mijn vriend. Ja, Eugène. Eugène is mijn vriend, weet je wel. Een vaste vriend. En, ja, stil nou even. En ik had al steeds aan Eugène gevraagd. Ik dacht, Eugène, geef mij dat harpje nou van je, hè. Zegt die nieuwe harm, dat kan niet, dat is veel te prijzig. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar doorzeuren, dat begrijpt u wel, hè. Nou, en op de duur zei hij tegen me, nou goed Harm, dan krijg je het van me, maar dan krijg je niets voor je moederdag. Ja. Nou, en toen had ik het, hè. Ja, u zelf als mensen die zeggen tegen me, Harm, is dat nou niet verschrikkelijk ontzaglijk moeilijk? Harp spelen en tegelijk erbij zingen, nou ontzaglijk moeilijk hoor. Ja, weet u, maar het is, je hebt er hele lange nagels voor nodig. Als ik ze aan het verzorgen ben, zegt de pianist wel eens tegen me van... Bam is toch eens een vent, zegt hij dan. Ja, weet hij veel, hè? Wat er voor nodig is, hè? Voor zo'n harpje dan, hoor, dat begrijp ik. Goed, en dames en heren, ik zou dan graag willen beginnen met een eerste liedje. Het is een eerste liedje, een liedje uit 1717. Ik heb dit liedje Nou, stil nou even, hè? Ja, als ik het jaartal nog niet meer mag noemen, waar blijf je dan, hè? En ik heb een liedje uit 1717. Ik heb dit bundeltje opgedoken van Johanna de Dame. Ja, dat was de grootmoeder. En dit liedje gaat over een edelman. Het is dus als het ware een liedje over een edelman uit 1717. Als we allemaal stil zijn, kunnen we de woorden horen en de vertolking. Stil. Prachtig geluidje, hè? Er was er eens een edelman, zo edel als een kerel. Daar zat van alles op en aan, kortom een echte kerel. Hij woonde in een beeldig slot, alleen niet met zijn bijen. Hoe droevig was zijn eenzaam lot, jochheid was in de meien. Jochheid was in de meien. Oeps! Leuk, hè, dat oeps erbij, hè? Ja, dat is niet van Johanna, hoor, dat is van mezelf, hè? Oh, het is zo leuk om hier vanavond te zijn, de Corrie Brokken Show. Ik ben de hele tijd met vakantie geweest, de hele tijd uit Nederland weg geweest, ja. Alleen ben ik met vakantie geweest door Eugène thuis gebleven. Ja, hij moest oppassen thuis op de poes en op opoe. Ja, die wonen bij ons in, weet u wel. Oh, ik kom vanmorgen thuis met de charter. Ik zal iets verschrikkelijks vertellen. Ik kom thuis met de charter, ik zeg, Eugène, jongen, vertel eens, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou, de poes is dood. Ik zeg, oh, God. Hij zei het zo verschrikkelijk abrupt en zo verschrikkelijk hard. Ik had zo de pest erin. Wow. Hij kan het zo raar zeggen, hè. Ik zei ook later, ik zei niets tegen. Op een gegeven ogenblik zei hij tegen mij, hij zegt, Harm, is er iets? Ik zeg, ja. Yeah. Ja, het is toch zo? Hij zegt, wat dan? Ik zeg, nou, ik kom na 14 dagen thuis. En wat hoor ik de poesjes door? Je vertelt het altijd zo abrupt. Hij zegt, hoe wil je het dan hebben dat ik het zeg? Ik zeg, nou, jongen, veronderstel dat er zoiets gebeurt. Dan zeg je bijvoorbeeld tegen me, Harm, jongen, luister eens. Ga eens rustig zitten in het hoekje bij de haard. Ik was van de week met mijn jojootje op het balkon aan het spelen. Ja, want dat doet hij wel eens. En toen sprong de poes ernaar en toen is hij van het balkon afgevallen. Ik zeg, zo zeg je dat dan bijvoorbeeld, weet je wel. Hij zegt, goed, ik zal eraan denken. Ja, nou jongen, vergeten, vergeven, hè. Je kan niet blijven nukken. Nee. Ik zeg, hoe is het met opoe? Zegt hij, nou Harm, ga eens rustig zitten. In het hoekje bij de haard. Ik was van de week met mijn jojootje op het balkon. Ja, ze sprong heel slecht hoor, mevrouw. Maar goed, the show must go on. Wij gaan erover tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1717. Als we allemaal even rustig zijn, dan kunnen we allemaal weer de vertolking zien en de tekst horen. Swingt de deur uit, hè? Hij zocht een gemellinnetje, hij zocht een edel vrouwe. Hij wilde een gezinnetje, o
om straks in stand te bouwen. Dus vroeg hij menig jonge maagd, ach laat mij u verleiden. Het was zelden maar vergeefs gevraagd. Joeg heet was in de benen, joeg heet was in de benen. Woeps! U dacht natuurlijk, hij doet het niet, maar ze deed het wel, hè? Oh, ik heb er zoveel succes mee in het land, hè? Ik treed ook veel in de provincie op, hè? Uitsluitend besloten clubs, hoor. Ja. Ja, laatst waren we nog in Tiel. Ja, daar ook al. Oh, dat moet ik u nog even vertellen. We waren er naartoe gegaan met het autootje van Eugène. Ha, prachtig autootje heeft Eugène. U kent ze wel, zo'n Frans wagentje met zo'n laag uitgesneden carrosserietje. En van die opgevulde bumpertjes eraan. Maar goed, wat denkt u? Wij komen uit Tiel. Hebben we een aanrijding gehad, heb ik u het verteld? Heb u niet gelezen in het clubblad? Ja, een aanrijding. Ja, het was Eugène's schuld, hoor. Ja, hij reed het rode stoplicht, want ik zag het al van ver aankomen. Want ik zei nog tegen hem, ik zeg, Eugène, doe nou rustig aan, want het licht staat al op beige. Maar nee, Eugène wilde dus altijd, weet u wel, woeps, tegen zo'n truck op het hele neusje de prak. Een klap, zeg, nou. Want ik dacht nog bij mezelf, ik denk, nou, nou blijf ik harp spelen. Ja, het zou je maar overkomen. Maar goed, er was niks aan de hand. Maar nou staan we stil nou even. En ja, en nou staan we op dat kruispunt. Hè? Een beetje confuus van de klap, je weet hoe je voelt zo. Nou komt die chauffeur, die komt uit uw truck zetten, weet u wel. Zo'n onbehouden man. Oh, een engert. Ja, met van die klompschoenen aan, zo'n lange leren jas. Ik denk, nou man, mijn soort ben je niet. Nou, ik was zijn soort ook niet, dus dat kwam goed uit. Hè? Ja. Die man die kwam daar die truck uitzetten. En die begon daar tegen kleine Eugène uit te vallen. Nou, viertjes, vijfjes, niet genoeg, hè. Nou, ik zat alles zo eens even aan te horen met mijn harpje op mijn schoot. Ja, met hoesje eromheen, hoor, mevrouw. Heb ik zelf gebreid. Ja, afijn, ik zat alles zo eens even aan te horen. Maar toen ineens, ik werd zo vals, hè. Ik ben naar iemand toegegaan. Ik zeg, meneer, u zou eens wat meer herenverkeer kunnen blijven. Nou, dat was toch ad rem, hè? U zegt die tegenmacht, mens, ga naar je troep terug. Nou, op dat moment, ik werd zo invals. Ik ben naar die man toegelopen. Ja, een beetje chic. Ik denk, mij zijn die hebben, Engert. Ik heb de man recht in zijn ogen gekeken. Het waren blauwe. En ik heb alleen maar tegen hem gezegd. Oh. Nou, u begrijpt toch wat hij niet van terug, hè? Nee. Oh, later is de politie er nog bij gekomen met zo'n wit volkswagentje, weet u wel. Oh, want dat was zo aardig. Die jongens die riepen ons al van verre. Oeh, oeh, oeh. Ja. En toen vroeg de ene, die vroeg nog aan me. Hij zegt, en meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm, jongen. Hij zegt, en waar woont u? Ik zeg, Schuitzeland, jongen. Hij zegt, mannelijk geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. En toen moest hij zo blozen, die dikkerd, hè. Maar goed. Maar genoeg gelachen in deze poel van Jolijt. Wij gaan nu weer over tot het derde coupletje van dezelfde edelman uit 1717. Als we allemaal weer rustig zijn, gaan we daar over. Stil nou. Die edelman gewonnen dus een aantal knappe zonen. Die allemaal, wat was dat knus, in het stamslot gingen wonen. Die een kon koken, weet u wel, en nieuwe vaandels breien. En van die man nu stam ik af, allemaal even graag, ja. Joeg, hey, het was in de meien. Joeg, hey, het was in de meien. Oeps, ja.